Goedemiddag, het is vandaag vrijdag, dag 3 in isolatie. En je zou misschien wel denken, waarom ben je zo enthousiast? Nou, ik heb gewoon een topweek gehad. Het is zo stom, maar ik heb echt nog nooit zo'n chille week gehad. Lekker rustig aangedaan. Ik heb alleen een beetje keelpijn, maar voor de rest gaan de klachten best wel goed. Dus ja, ik voel me eigenlijk helemaal top. En ik hoop dat ik maandag eruit mag. Dus we gaan hopen. En in ieder geval een paar dagjes nog dat ik thuis zit. En daarna mag ik weer de wijde wereld in. Misschien heb je de bloemen net al op de achtergrond gezien. Maar deze heb ik niet voor mezelf gekocht. Maar mijn vriend Dirk heeft deze gisteren langs gebracht. Hoe lief is dat? Ze zijn ook echt prachtig. Ze staan hier dus nu op mijn kamer. En ik ben er zo verliefd op. Het is zo schattig. Gisterochtend stond hij om 9 uur voor de deur. I know. Super lief. Hij zat zelfs om 7:15 in de trein. Om dus deze bloemetjes te brengen. En dan kon ik hem toch nog eventjes zien. Dus ik vond het echt te schattig. Dus dat mag hij vaker doen. Nee, praatje. Ik vond het echt te lief. Tijd om aan school te gaan. Ik ga even een kennisclip samenvatten. Dus ik heb alvast even de titel erbij gezet. En dan ga ik hieronder bezig met typen. Dit doe ik trouwens allemaal op Pages. En dat vind ik echt mega fijn. Zelfs fijner dan Word. Even een fijne tip van mij. Dit notitieboekje. Hij is van Leuchtturm 1917. En ik vind het zo'n fijn ding. Ik heb ervoor gekozen om een softcover te nemen. En ook met van die stipjes. Vind ik zelf het fijnste schrijven, omdat ik niet zo erg van lijntjes hou. Ik schrijf hier echt alles in op wat in me opkomt. En het is zo chill gewoon om een boekje te hebben waar je alles in kan opschrijven, mocht je dat nodig vinden. Ja, ik schrijf hier bijvoorbeeld nu ook op wat ik nodig heb, of wat mijn beoordelingscriteria zijn voor een bepaald vak. Zodat ik dat niet vergeet en dan schrijf ik het even snel op als een krabbel. En dan heb ik het in ieder geval staan, weet ik dat mijn aandachtspunten zijn. En het is gewoon echt chill. Het is zaterdag en ik heb me net klaargemaakt voor de dag. Meestal draag ik geen make-up, maar ik had vandaag gewoon even zin om wat plamuur op mijn gezicht te smeren. Dus dat heb ik lekker gedaan. En ik voel me gelijk een stuk beter, want vanochtend werd ik helaas weer wakker met keelpijn. En ik heb een beetje het idee dat het zondag niet weg is. Maar we gaan het wel hopen. Dus ik ga vandaag gewoon nog goed doorkomen. En dan, nou ja, zien we wel of ik morgen klachtenvrij ben. En deze ochtend ben ik ook begonnen met de vlog van Monica. Ik had deze namelijk nog niet gezien en ik hou echt van haar vlogs. Dus die heb ik bijna af en dan kan ik echt de ochtend goed beginnen. Boven zijn ze de zolder aan het opruimen. En ik heb wat gevonden boven. Wat me eigenlijk wel heel erg goed uitkomt. Namelijk een statief. En je zou misschien wel denken, nou je gebruikt toch altijd een statief voor het filmen. Maar dit is dus iets heel anders. Hoe ga ik het uitleggen? Het is in ieder geval voor mij heel chill, want ik kan hier mijn mobiel opzetten. Dus ik ga deze even uitproberen, want ik wil graag een TikTok opnemen nu. En als dit werkt en ik daar dus mijn mobiel op kan zetten, dan zou dat echt mega relaxed zijn. Kijk, en als het goed is, kan ik dan hier mijn mobiel in klikken. Top toch? Kijk, dan zie je dus hier mijn mobiel opstaan. En dan kan ik gewoon zo mijn TikToks opnemen. Dan kan ik hem gewoon overal neerzetten waar ik wil. In plaats van dat ik elke keer bijvoorbeeld zo'n randje bij mijn raam nodig heb. Echt chill. En ik heb gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt. Want ik heb gelijk een TikTokje opgenomen. Het is zo chill dat ik gewoon het statief nu kan neerzetten. En dat het dan gewoon op elke plek goed gaat. Dus, oh, kijk. Daar staat hij dan. Het statief met dan een lamp erbij. En dan kan ik gewoon mijn TikToks opnemen. Ik ben er blij mee. Het is tijd voor mijn avondroutine. Ik heb net de finale van Wie is de Mol gekeken. Moet je eerlijk bekennen, ik volgde het programma niet. Ik heb denk de eerste 2 afleveringen gezien en daarna ben ik gestopt. Gewoon meer om het feit omdat ik niet meer had bedacht dat Wie is de Mol bezig was. Dus ik baal wel een beetje, want ik weet niet wie de mol is. Maar goed, misschien ook nog een paar afleveringen terug gaan kijken. Want ik vind het altijd een leuk programma. Maar ik ben dus nu even mijn huidverzorging aan het doen. En ik kom erachter dat ik weer van die ongesteldheidspukkels ga krijgen. Het is echt het laatste waar ik op zit te wachten. Dus even goed alles verzorgen, zodat ik dat een beetje voor ben en het niet erger maak. Ik ben de laatste tijd helemaal fan van dit merk, Dr. Hauschka. Dit is een soort lotion. Die doe ik altijd op als ik mijn dagcreme ga aanbrengen. Kijk, zo ziet dat eruit. Gewoon een spray en dat zorgt dus voor dat je huid helemaal verfrissend is. En dus ook dat je makkelijker de crème aan kan brengen. Daarnaast vind ik dat product deze, de reinigingsmelk, ook echt een aanrader. Ik begin deze ochtend met heel goed nieuws, want ik mag namelijk morgen uit quarantaine. Ik ben al meer dan 24 uur klachtenvrij, dus eigenlijk is het vandaag nog even uitzitten. En dan mag ik morgen weer lekker alles doen wat ik zou willen. Dus echt zo blij mee. En nu zit ik aan school en ik wil toch nog even mijn hart luchten, want dat heb ik ook al op Insta neergezet. En ik dacht, ik ga het gewoon ook even in mijn vlog bespreken. Het feit namelijk dat je opdrachten maakt en eigenlijk het idee hebt, het is gewoon opvulling. Dat ben ik nu bijvoorbeeld aan het doen. Ik moet een paar opdrachten maken. Nou ja, de inhoud maakt eigenlijk niet zoveel uit. Maar het is echt gewoon dat ik soms denk van,
Ja. En wat kunnen we hier later dan mee doen? Want ja, uiteindelijk bij een opleiding word je opgeleid om uiteindelijk in het werkgebied te kunnen gaan werken. Nou, bij deze opdrachten denk ik echt sorry, maar dat had je beter niet kunnen doen. Gun die studenten ook even wat rust. Ja, ik vind het echt... Ik snap het gewoon niet. Ik snap het gewoon echt niet waarom je dit zou kunnen aanbieden van goh, dit gaat jou verder brengen. Want nu moet ik bijvoorbeeld argumentatiestructuur doen op een standpunt van waarom we telefoons niet in de klas mogen gebruiken. Dat ik echt denk, sorry, dit is middelbare school. Wat leer ik hier nou aan om uiteindelijk mijn Creative Business diploma te halen? Gewoon echt jammer. Echt, ja. Maar goed, misschien ben ik de enige hierin. In ieder geval op de M niet. Ik vind het gewoon echt heel zonde. Ik had liever echt wat meer praktijkgerichte informatie willen krijgen in plaats van dit. Wat zou ik nu aan het doen zijn? Mijn favoriete hobby? Opruimen. Ik vind het namelijk heerlijk om af en toe gewoon even een grote schoonmaak in te plannen. En helemaal weer alles opnieuw te sorteren. Dus dat ben ik nu aan het doen. Want mijn beautybak was even hoog nodig om even een nieuw systeem te krijgen. Want het was gewoon een beetje rommelig. Dus goed, ik ben terug bezig. Ik heb namelijk een bak gevonden waarin ik denk ik mijn maskertjes ga doen. Dus ik heb nu alvast alles wat ik heb qua maskers even erin gestopt. En dan is er dus nu een heel vak vrij hier. Dus dan kan ik eigenlijk ook alles weer om gaan gooien. Maar goed, waar ga ik die bak weer bewaren? Dat zijn er weer vragen die ik dan nu weer heb. Ik heb deze bak in ieder geval helemaal uitgezocht. En zelfs dat ik dus nu een heel vak over heb. Dat is echt wel heel erg relaxed. Dus nu alle spulletjes die hierin zitten gebruik ik ook echt. En kan ik dus ook snel bij. Goedemorgen! Het is een super fijne dag, want ik mag eindelijk uit quarantaine. Dus daar ga ik gelijk gebruik van maken, want ik ga naar de nagelstudio toe. Ik heb namelijk dit als nagels op dit moment. En ik heb volgende week een bruiloft, dus het leek me leuk om een beetje ook bruiloftnagels te hebben. Dus ik denk een beetje wit, misschien een beetje goud. En nou ja, ik ben benieuwd wat eruit gaat komen. Dus dit zijn de before nagels. En dan zie ik je strakjes weer als ik in de auto zit en mijn nagels heb gedaan. Jongens, ik ben zo blij met mijn nieuwe nagels. Met wit en goud. Ik ga met een blij gevoel naar huis rijden. Gewoon weer heerlijke, fijne nageltjes. En omdat ik uit quarantaine mag, ga ik het ook gelijk gewoon even goed doen. Ik ga namelijk lunchen met een vriend van mij en mijn broer. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik heb hem net even klaargemaakt. Alleen nog even een blazer aan en hoge hakken. En dan kunnen we naar het dorp toe. Kijk, dit is mijn outfitje. Alles is van de Zara. En het is eigenlijk een beetje een zomersetje. Maar ik heb er een panty onder gedaan. En dan kan ik hoge laarzen onder doen. En dan is het best wel prima voor dit weer. Ik kom er ook trouwens achter dat ik helemaal tril. Zoveel trek heb ik. Ik heb vanochtend om 7:30 gegeten. En het is nu 12 uur bijna. Nee, bijna 12:30 alweer. Dus ik moet even weer wennen dat ik weer zo vroeg eet. Want afgelopen week heb ik heerlijk uitgeslapen elke dag. Kan je het geloven? Hoe heerlijk is dat? Oké, even snel mijn tas inpakken. Want ik wissel heel vaak van tas. Dus ik moet altijd alles overgooien. Dus hup. Nou, ik ben te laat. Oké, even snel dit allemaal doen. Oh, dit tasje is trouwens ook zo mooi. Mijn eerste designer item. Oh, als ik er naar kijk, vind ik het zo tof. Ja. Even van mijn faves. Oké, snel inpakken. Oké, kan je het geloven? Dat ik gewoon weer... Dit gebeurt me sowieso 1 keer in de week. Dat ik gewoon denk dat het veel later is dan wat het nu is. Dus ik heb me helemaal snel klaargemaakt om uiteindelijk straks naar bed te gaan. Blijkt het 9:00 te zijn. Ik weet niet, ik heb iets gewoon met tijd. Ik kan gewoon niet heel goed klok kijken. Vooral analoge klok. Dat kan ik gewoon niet zo goed. En nu weer. Oké. Maar ik kan daardoor wel wat langer aan school, want ik heb vraag 1 af. Ik heb vraag 2 af, maar nog niet vraag 3. Alleen, die moet ik nog controleren. Dus het kan zijn dat ik vanavond gewoon mijn schooldracht af heb. Dat zou eens lekker zijn. Het is dinsdag en ik neem je gelijk mee met wat ik aan het doen ben. Namelijk, achter mij staat mijn koffer. En nee, ik ga dit keer niet op vakantie. Maar ik heb echt een super tof event met mijn management. We gaan namelijk slapen in Amsterdam. Dus dat vind ik wel echt heel erg tof. Van donderdag op vrijdag. En ja, ik kan morgen gewoon niet inpakken. Waardoor ik dus gewoon nu alvast even begin. En donderdag wordt echt gewoon een super leuke dag. Met alleen maar activiteiten. Dan ga ik namelijk wel naar school. Maar goed, dat is maar even niet anders. Het eerste wat ik ingepakt heb is deze gouden jurk. Want vrijdag hebben we ook echt een heel erg leuk feestje bij het management. En dat is de dresscode Dress to Impress. Dus ik dacht, we trekken weer de gouden jurk uit de kast. En ik heb hier alvast in dit ritje al mijn ondergoed gedaan. En nu ben ik bezig met een outfit voor vrijdag kiezen. Die ik dus ook aandoe op school. Ik zit misschien te denken aan
zo'n topje. Maar ik ben helemaal in mijn hoofd aan het denken van, goh, welke broek zou je dan bijpassen? En ik kan voor basic gaan, dus gewoon een beige broek. Maar ik kan ook misschien iets meer met de kleur doen. Even nadenken. Ik denk dat dit de uiteindelijke look wordt. Dus deze top van de Zara en deze broek van Naked. Dus echt een hele mooie pantalon met een beetje zo'n ribbeltje erin. En voor de detail heb ik een leuk strikje eromheen gedaan. Dus hier komt nog een riem in en dan denk ik dat het best wel leuk is. Tja, alleen dan met crème en wit vond ik het een beetje saai. Dus het kleurt het een beetje op. Ik denk dat jullie deze kleur wel bekend voorkomt. Want we zijn namelijk bij de IKEA. We gaan kasten halen voor boven op zolder. En eventjes gewoon rondneuzen. Dus ik ben samen hier met mijn broer. En hopelijk kunnen we alles vinden. En niet meer te veel terugkomen. Kijk, wie heeft het allemaal op zijn app staan waar we dus moeten zijn? Want we zijn gelijk in het magazijn beland. Alleen we zijn de car vergeten. Dus nu even op zoek naar een car. Jullie heeft me de opdracht gegeven om alvast de deurtjes te gaan zoeken. We hebben nu eigenlijk alweer vergeten welke cijfers we bedoeld. Is dit het? Nee. Ja. Oh, wat stond dit? Ik weet eigenlijk helemaal niets. Nou, ik wacht wel op hem. Als het goed is, sta ik goed. Het is ook zo groot hier. Ik wist dat wel, maar als ik dan nu iets moet gaan zoeken, weet ik het echt niet. Maar als je hem nodig hebt. Volgens mij is dit het. En het ligt er nog. Oké, missie alweer geslaagd. Nou jongens, we hebben het gevonden. We zijn nu bij het showroom gedeelte. En dit is trouwens met naam wat ik altijd dus in mijn make-up pak heb zitten. Deze lades waar ik dus al mijn make-up in doe. Dat is dus deze. Dus mocht je die willen, dan kan je die hier vinden. En ik zie dat ze dus ook nu verschillende maatjes hebben. Vroeger hadden ze dus alleen maar deze kleine. Maar nu heb je dus ook nog kleinere. Of als je echt groot wil, wat grotere. Vind ik ook wel handig, maar ja, dat past bij mij niet helaas. Ons mandje begint al aardig vol te raken. We hadden namelijk ook nog bakken nodig. En wat was dit ook weer? Wat is dit? Een dekbed. En een topper volgens mij heet dat, of hoe heet dat? Matrasbescherming. Oh, een matrasbescherming. Nou, ik weet precies wat we hebben gekocht. Nou jongens, je kan wel zien dat we bij de IKEA zijn geweest, want de auto zit propvol. Alles zit wel gelukkig veilig, dus we kunnen gelukkig naar huis rijden. En dan gaan we alles uitladen. Ik ben echt best wel trots op onszelf dat we dit gewoon helemaal in de auto hebben gekregen. Zo, ik ben weer thuis. Ik ga me misschien voor gek verklaren. Maar ik zit nu naar Q-Music te luisteren. Want tot 1 uur kunnen ze het nummer Blijven Slapen gaan draaien. En dan kan je dus tickets winnen voor streamers. Kijk, ik wil daar gewoon heel graag heen. Zaterdag begint de kaartverkoop. Maar niet zo groot is altijd mis. Want als je nieuw hebt, dan is het gewoon beter. Dus ik ga nu gewoon tot 1 uur op deze app blijven zitten. Ik ga de radio aanzetten. En ik hoop dat ik teruggebeld word. Ja, ik heb het gestuurd. Ik denk dat je nog nooit zo iemand hebt gezien die zo enthousiast wordt van een nummer. Ze hebben iemand anders gebeld. Wat is dit nou weer? Ik vind het allerleukste aan dit allemaal dat ik gewoon echt nog geloofde dat ik het zou gaan winnen. Nou, dat was in ieder geval niet het geval. Maar ik heb een heel erg leuk pakketje binnengekregen. Dus ik dacht, ik laat het ook gelijk even zien. Want echt jongens, of deze zonnebril is zo mooi. Het is van Captain and Sun. Ik zag deze op de website en toen dacht ik, dit is wel iets voor mij. Ik vind dit echt prachtig. Kijk, alvast summer ready. Zo, het is tijd om mijn make-up bij te gaan werken. Want ik ga namelijk nu even een TikTok video maken. Dan vind ik het zelf altijd even mooi als alles weer mooi erbij staat. Dus even snel wat dingetjes aanpassen. Even mezelf wat matter maken, want ik glim altijd heel erg door de dag heen. Dus ja, dan ga ik een TikTokje zo opnemen. Daar heb ik heel veel zin in, want het is echt wel een lekker creatief TikTokje. Dus dat vind ik leuk. En dan ga ik daarna foto's maken buiten. Dat is echt heel leuk weer. Ik ben echt de laatste tijd ook zoveel meer actief op TikTok en Reels. Ik vind het gewoon nu echt heel erg leuk. Ik weet niet, het is gewoon net even wat creatiever dan YouTube op dit moment. Het is wat sneller. Ik kan veel sneller dingen uitwerken en het bewerken en het gelijk online zetten. Dus dat vind ik zelf gewoon echt super tof. Ik ben ook wel benieuwd of jullie wel meer TikTok kijken dan YouTube en zo. Ik merk dat zelf namelijk wel heel erg bij mezelf. Ik vind dat die snelle filmpjes gewoon echt heel erg leuk. En ja, iedereen is zo creatief gewoon op TikTok. Dat vind ik wel leuk. Haal ik ook weer inspiratie uit voor mezelf. Dus nou ja, wie weet is dat wel de toekomst. Je weet het niet. Zo, ik lig even op bed. Ik heb gewoon hoofdpijn. En ik heb dat nooit. Maar ik heb echt gewoon even. Ik had ook net een beetje zo'n ruis in mijn oor. Of een piep in mijn oor, noem dat. Dus even rust. Ik ga ook net de TikTok opnemen. En het
Ik was echt niet tevreden met het beeld. Dus ik ga het morgen nog een keer overdoen. En ik heb wel foto's gemaakt voor Insta. En dat ging gelukkig wel goed. Alleen dit heeft wel een uur gekost. Dus dan kan je wel bedenken dat het niet helemaal goed ging zoals meestal. Ik moet hoognodig mijn foto's gaan uitzoeken. Maar ik heb ook net even foto's gemaakt met mijn moeder. En ik vind ze echt zo cute. Alleen ik weet niet zo goed welke het leukste is om als eerste te plaatsen. En dit waren de foto's van Captain SM. Deze vind ik vooral tof. Dat was eigenlijk een lucky shot. Zou je net zien. Dus die vond ik ook wel tof. Maar ik moet echt mijn foto's uitzoeken. Oh, het zijn echt veel. Ik heb het een tijdje geleden gedaan, maar het is terug wel af. Oh. En als ik dit zie. Ja, ik haat een niet opgeruimde kamer. En dan is dit echt gewoon vreselijk. Ik heb ook geen zin om dit op te ruimen, maar ik moet echt weg. Goedemiddag alweer. Echt, vandaag is zo'n dag. Ik ben super productief. Maar ik wil eigenlijk ook weer te veel doen. Dus nou ja, ik heb vandaag voor Captain & Sun een TikTok opgenomen. Ik heb alles geëdit, voice-over gedaan. Ik heb stories gedaan. Ik heb, ben klaargemaakt voor schoolopdracht. En nu ga ik ook filmen voor een schoolopdracht. Nou ja, eigenlijk kan ik het gewoon allemaal niet meer opnoemen, maar het was veel vandaag. En er zaten eigenlijk een beetje te weinig uren in de dag. Maar goed. Oh, ik word gebeld. Oh, dus dan kom je straks naar mij toe om hoe laat? Hij staat als goed is om 51. Oké, dan ga ik even... Ik ga je sowieso ophalen, maar ik moet even kijken of... ja, dat moet wel lukken. Oké, ik moet even overleggen, maar dat komt goed. Maar goed, ik ga dus nu filmen voor een schoolproject. Dus ik ben even alle lampen en mijn camera aan het klaarmaken ervoor. En dan hoop ik dat het leuke beelden worden, zodat ik daar goed cijfer voor krijg. Dat weten we pas in april, want dan moet ik de opdracht inleveren. Maar dit is in ieder geval een deel van de opdracht waarvoor ik een cijfer krijg. Dus als deze al een beetje goed is, dan moet het allemaal goed komen. Wij hebben net op de zaak van de vader van Pieter gefilmd voor een schoolopdracht. Het is namelijk een boekbinderij en nou ja, de video staat erop. Ik heb dus eigenlijk een beetje het proces vastgelegd hoe ze dus een boek binden met lijmen en snijden en dat soort dingen. Dat moet dus voor een schoolopdracht. Dus ik vond het zelf wel weer leuk om te doen. Het is een videootje van 1,5 minuut, dus nou ja, we praten eigenlijk nergens over. Nu weer heb de auto in. Ik had echt heel veel spullen bij me, zoals bijvoorbeeld ook een stopcontact. En hierachter liggen de lampen en statief. Maar eigenlijk alleen de camera en microfoon gebruiken. Maar goed, je kan beter te veel dan te weinig mee hebben.